Hoi allemaal, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering Backstage Met. Mijn naam is Anne en in Backstage Met ga ik in gesprek met artiesten die hier in de Maaspoort optreden. En kun jij jouw vragen insturen via onze socials. Vandaag heb ik weer een hele leuke gast naast mij zitten. Hij is wereldbekend, jullie kunnen hem kennen van zijn hele toffe hits, zijn deelname aan X-Factor, beste zangers. Inmiddels danst iedereen het bekende dansje op zijn nummer Mas 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 op TikTok. Ik heb het over niemand minder dan Hoof Sanchez. Hey! Super leuk dat je hier aan mee wilt doen. Ja, tuurlijk. Ik ben heel benieuwd wat de vragen zijn. Dat weet je nog niet namelijk. Nee, dat weet ik inderdaad ook niet. Nee. Ik heb ze gewoon gezien en ze zijn wel heel erg leuk. Oké, leuk. Ik heb je net kort geïntroduceerd, maar hoe zou je eigenlijk zelf omschrijven? Als artiest zijnde of als persoon? Als persoon. Als persoon, ja. Heel wild, heel druk. Super zelf. Nee, helemaal niet. Ik ben heel erg rustig eigenlijk. Ik heb soms wel het idee dat ik een klein beetje ADHD heb. Maar goed, hè? En ik ben altijd best wel altijd positief. Vrolijk. En iedereen herkent me denk ik ook vanuit mijn glimlach. Ja, dus, klopt. Ja, dat eigenlijk. En ik vind kleding heel erg belangrijk. Dus ja, dat ben ik. Ja. Oké. En je hebt hier net opgetreden met Mi Aventura. Ja. Hoe vond je het om hier op te treden in Venlo? Ben je al eens eerder geweest? Nou, ik ben nog nooit in Venlo geweest. Ik ben wel eens in Venlo, maar ik heb nog nooit opgetreden in Venlo. Maar dit is dus wel echt heel erg leuk om te horen. Want ik hoorde dus net van een mevrouw die hier al 12 jaar werkt. Die zei dus, ik werk hier al 12 jaar en ik heb nog nooit dit. Ze zei niet nog nooit, maar ik heb zelden gezien dat de zaal zo los ging. En ze gingen hier helemaal los. Dus dat vind ik wel top. Dus als je me vraagt, hoe was Venlo? Tof, want ik heb iets gedaan wat nog niet eerder is gelukt. En ik vond het echt te gek. Ze zaten in het verhaal, ze sprongen en dansten. Het was echt gek. Dus het is zeker voor herhaling vatbaar. Ja, dan is eigenlijk de volgende vraag, wat kunnen we verwachten van Mi Aventura? Ja, voor de mensen die nog gaan naar de andere shows. Vet cliché, dan moet je gewoon lekker naar mijn show komen kijken. Nee, het is eigenlijk een verhaal, het is mijn verhaal. Ik vertel alles van kleins af aan tot waar ik nu sta en wat ik heb meegemaakt. En ik begin ook altijd de show met hetzelfde, namelijk ik heb veel meer te vertellen dan die glimlach. Ja, voor de mensen die komen kijken, en voor de mensen die zijn geweest, die begrijpen het. En voor de mensen die komen kijken, hopelijk zie ik jullie dan snel. Ja, ik heb hem dus ook net gezien. En ik kan wel zeggen dat je ook zeker gaat lachen, genieten van die muziek. En ook erachter komt waarom je begonnen bent met muziek maken. Ja. Ja. Hoe vond jij het eigenlijk? Ja, ik vond het ook heel erg leuk. En ook dat backing vocals, dat die ook mee gingen doen, vond ik ook heel erg een verrassing. Is het? Nee. Anders knip ik het gewoon uit. Lekker. Ja, nee, dat vind ik juist leuk. Dat ze even hun moment of shine krijgen. En dat doen ze echt goed. Ja, klopt. Heb je ook bepaalde rituelen, gewoontes die je doet voordat je gaat optreden? Ja, ik doe heel vaak bubbelen. Dat is vet raar, maar dan is het een soort van heel dik rietje in een beker. En dan ga je blazen en dan baseert het je stembanden. Dat doe ik voornamelijk. En eigenlijk altijd even met de band een beetje met z'n allen bij elkaar komen, de juiste energie en dan een podium op. En dan, dat is mijn ritueel. Vet saai eigenlijk. Ja. Was dat ook die Instagram voorbij zag komen? Nee, dat is een thee. Die heb ik gekregen van een voetballer. Van Martinez, die speelt bij Ajax. En die heeft het helemaal uit Argentinië voor mij gehaald. Dus dat was echt heel lief. Ja, dat kan je dus niet in Nederland krijgen, maar dat is dus wel. En neem je die ook vaak mee naar? Nou, nu wel. Nu ga ik hem elke keer meenemen. Okay. Ja. Een vraag die een kijker heeft gesteld is, op welk liedje ben je het meeste trots en waarom? Ja, kijk, je zou zeggen Mas Mas Mas, daar ben ik het meest trots op. Maar ik ben denk ik wel echt het meest trots op Pa Olvidarte. En dat is het liedje met wat ik ben doorgebroken samen met Emma bij de Beste Zangers. En dat komt eigenlijk omdat ik dat liedje, ik heb dat hele liedje heb ik dus geschreven, heb ik opnieuw geschreven. En ik weet nog heel goed dat we daar dat liedje hadden gezongen. En dat iedereen die op de bank zat, een soort van, ze vonden het wel leuk. Maar ze hadden denk ik niet dat effect op de bank, in ieder geval dat we vervolgens kregen op de radio. Want dat was dus echt de eerste keer dat ik door vrienden werd gebeld en door familie van, yo, je bent op de radio. En dat was wel echt een speciaal moment voor mij. Dus ik ben het meest trots denk ik op dat liedje. Ja. Oké. Okay. Ja. Een vraag die een andere kijker heeft, volger van ons heeft gesteld. Zit er ook een minder leuke kant aan het doen? Ja, soms wel. Ja, dus ik zeg heel voorzichtig ja, omdat ik vet dankbaar ben voor wat ik mag doen en waar ik sta. Want als ik niet bekend was, kan ik ook niet zalen vullen zoals vanavond. Maar
soms wil je wel heel eventjes, als je een mindere dag hebt en je voelt je een beetje rot en je wilt gewoon even lekker boodschappen doen, dan is het, kan het heel erg raar overkomen als mensen op de foto willen en je dan soort van niet altijd glimlacht. Dus die lach moet er altijd zijn, ook al voel je je minder. Dus ja, soms lach je, maar dan met pijn in je hart of zo. Het klinkt wel lastig, maar dat ja, is soms wel lastig. Ja. Ja. Ook een vraag die gesteld is: wat denk je dat het succes is van jouw liedjes? En dan bedoelt diegene waarom Spaanse en Nederlandse liedjes zo populair zijn tegenwoordig. Zo, goede vraag. Ik denk omdat sowieso Spaanstalige liedjes. Er komt altijd een soort van een hit in Nederland. Toch als je kijkt naar Despacito of naar Danza Kuduro of Pepas, nu van Farruko. Elk jaar komt er wel een liedje, maar niemand weet eigenlijk waar het over gaat. Dus ik denk ook dat mensen dat Spaanstalige muziek vinden ze heel erg leuk. Maar ze willen het ook kunnen verstaan of mee kunnen of meezingen. En dat kan met mijn liedjes wel. Dus ja, misschien is dat het. Ja. En ik denk ook omdat het... Ik geloof altijd dat als je echt jezelf bent, dat mensen dat toch wel meekrijgen. En dat is gewoon wie ik ben. Ik ben half Dominicaans, half Nederlands. Dus ik doe dat ook gewoon. Ja, ik denk ook niet dat je per se de tekst helemaal hoeft te verstaan. Voordat je het, want dat merk je ook wel bij het Eurovisie Songfestival. Zo, bijvoorbeeld. Snap je? Ja. Zou je daar ooit aan mee willen doen? Goeie vraag. Dat heb je net snel bedacht, hè? Ja. Zij is goed. Ik zeg nooit nooit, maar voorlopig nog even niet. Okay. Ik wil even niet meedoen aan competities, maar... Ik vind het wel, het is wel iets heel erg moois om mee te mogen doen. En ik zou het wel heel vet vinden als Nederland een Spaanstalig liedje naar het Eurosong Festival stuurt. Het is wel dik. Ja, klopt. Het is wel dik. Ja. Ja. Want dat is er nog nooit eerder geweest. Nee. Je bent al op heel wat plekken in de wereld geweest, zag ik. En naar welk land staat dan op je bucketlist? Om op te treden of om vakantie? Vakantie. Ja. Ik zou heel graag naar Japan willen gaan. Ik ben er wel eens geweest, maar ik even zelf, zeg maar. Gewoon explore door Japan. Dat lijkt me heel vet. En Mexico lijkt me ook wel even lekker. Ja. Mexico of Japan, daar zou ik nog wel even heen willen gaan. Die klinken wel goed, ja. Ja, hè? Is er nog iets wat je echt wilt bereiken? Ja. Ik zou heel graag... Kijk, dit jaar ga ik AFAS doen. Dat is een concertgebouw in Amsterdam. Ik zou het heel cool vinden om een eigen show te geven of in Ziggo of in Ahoy. En ik zou het heel vet vinden als ik een nummer 1 hit kan scoren op Spotify Top 50, maar dan... Over de wereld, dat lijkt me wel. Oh, dat is ook wel heel cool. Dat zijn de goals. Klaar. Ja. Ja. Ik zag ook dat binnenkort jouw debuutalbum. Ja. Ik kan het niet echt uitspreken. Probeer het. Mi Viaje. Lekker! Ja, dat is goed. Ja, echt. En dat je ook echt je persoonlijke verhaal in vertelt. Ja. En hoe vind je dat? Vind je dat ook spannend? Persoonlijk verhaal. Kijk, ik heb voor de mensen die bij mijn theaters komen, en je hebt het dus net gezien. Ik heb iets wel heel erg geks meegemaakt in Amerika, namelijk een auto-ongeluk, waar ik betrokken raakte. En wat persoonlijk is aan dit album, is dat ik hier... Ik zit al 10 jaar in de game en ik heb al 10 jaar carrière, maar ik heb nog nooit een album uitgebracht. Dus ik heb echt honderden liedjes opgenomen en geschreven. En... Dit album is echt puur wie ik ben en wat ik allemaal heb meegemaakt. Maar tegelijkertijd staat er ook een liedje van mijn vader op. Dat is het meest speciale. Dat is echt mijn verhaal. Ja, eigenlijk. Ik denk dat ik die wel... Dus ik heb alleen die nog gehoord, maar ik vind die tot nu toe wel het mooiste van wat je zongen. Ja, nou, dankjewel. Top. Die raakte me wel. Ja. Nou, gelukkig. Ja. Die wel, de rest niet. Nee, grappig. Ja, ik leek het zo gemeen. Nee. Nou ja, de laatste vraag die voorbij kwam is... Voel je je meer Dominicaans of meer Nederlands? Dat is een hele goede vraag. Maar hier kan ik dus geen antwoord op geven. Want als ik op de Dominicaanse Republiek ben, dan denk ik, ik ben echt Nederlands. En ik mis Nederland. Maar als ik soms dan in Nederland ben, dan denk ik, oh, ik ben echt Dominicaans. Dus mijn hart is soort van gesplitst in 2 landen. Dat ik gewoon soms niet eens zelf weet of ik nou meer Nederlands ben of meer Dominicaans. Maar wat ik wel weet, is dat ik, toen ik terugreisde naar Nederland, voelde het wel alsof ik naar huis kwam. Dus ik denk uiteindelijk meer Nederlands. Ja. Maar zou je ooit nog ergens op de wereld willen wonen? Ja, ik zou heel graag wel een huis willen hebben op de Dominicaanse of Londen lijkt me ook wel vet. Ja, dat is als je daar een appartement hebt of zo, dat je gewoon even naar Londen kan gaan. Ja, top. Goed chill. Ja. Ja, dat waren het. Nou, heel leuk. Ja, dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Rolf Sanchez gaat nog verder met zijn shows, dus wil je daarbij zijn, wil je lachen, wil je genieten van zijn muziek met zijn band, ga dan zeker kijken. PR, dit is de nieuwe PR-dame in ons team. Maastricht. Maastricht komt nog. Dus wees er snel bij en tot de volgende video. Doei. Doei.